Kijk joh, hier ligt alles al klaar. John heeft deze zelf aangepakt. Hij heeft er een skirt op gezet. En hij was op de nudiste camping in Elsendorp. Lul me. Dit is dan een koude visie. Oh, je ziet dan hoe die loopt, ja. Je ziet hoe die loopt. Nee, dit is een dure, dit. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one for me. You have been the one for me. Nee, ik moet niet dramatischer maken dan dat het is. Hey iedereen, welkom bij deze goed nieuwe vlog. Ik lever vandaag mijn auto af bij... Ja, ik ga het zeggen. John van der Rijt. En dan gaan we weer... Hé, hij gaat open. Wie hebben we daar? Is het John? Nee, is niet John. John had niet van die lange benen. Morgen. Goedemorgen. Ik ben zeer op tijd. Ja, het komt door het tijdsverschil. Oh, ligt er in de auto. Ja, ik kom nog uit Mexico. Tijdsverschil, maar hoe lang waar. Oh ja, dat is mijn telefoon ook gelijk, ja. Ja, dankjewel. Kijk eens even, gaan ze naar binnen rijden. Er moeten wat dingetjes aan gebeuren. Mijn, hoe heet het ook weer? Lambda? Lambda sensoren. We moeten RHK race. Ik weet het allemaal niet. Gescheurde uitlaat. En een wasbeurt zou wel lekker zijn. Kijk joh, hier ligt alles al klaar. Ja, ik heb een gescheurde einddemper. Die is helemaal kapot. Dus er gaat een heel nieuw stuk op. Middendeel. En dit zijn die lambda-sensoren. Lambda-sensoren, maar wat doen die precies? Die meten het zuurstofgehalte in het uitlaatsysteem. En dan passen ze dan de inspuiting, ontsteking, passen ze daarop aan. Oké. Okay. Heel technisch verhaal. Er zitten er vier in, er zitten er ook nog twee in. Verder in het uitlaatsysteem om de werking van de eerste weer te controleren. Ja, alles dus die voor, moeten wel goed zijn namelijk. Alles voor het milieu. Ja, niet alleen het milieu natuurlijk, maar het is gewoon heel belangrijk. Dit zorgt er eigenlijk gewoon voor dat de computer weet hoeveel brandstof die in moet spuiten. En dat bepaalt weer of het mengsel niet te heet wordt, of te koud, of die motor goed loopt. Ja. Belangrijke componentjes. Ja, ja en die gaan verstoren, anders moeten vervangen worden. Jongen eruit! Er komt aan. Nou ja, die deur ging net open. Ik wou bijna zeggen, John van der Rijt. Geen knuffel? Ik krijg geen knuffel. Goed man. Ja? Maar ik dacht, ja, die komen zulke lange benen onder dat ding vandaan, dat zou jij wel niet zeggen. Nee, dat weet ik niet. Nee. Ja, misschien derde been, maar dat weet ik niet. Ja, ja. Oh, dat was hij. Doen jullie ook aan wassen toevallig? Moet je kijken, gek. Ja, dat kunnen we even doen, denk ik. Ja. Oké, dus uitlaat. Lambda-sensoren, bougies, wassen en? Dat is hem. Ja, en nu zitten er normale Audi-bougies in, maar er komen nu NGK... NGK. Dat doen we gewoon elke keer niet, hè? En race-bougies. Ja. Race-bougies komen erin. Door de tune kunnen de normale Audi-bougies het niet aan. Dus als we nu race-bougies erin zetten, dan kan die de tune wel aan van Apte. Dus... Nou, daar zijn ze best een tijdje mee bezig, dus ik dacht, nou, kom lekker op tijd, hè, John? Ja, inderdaad. We zijn lekker te laat. Ah, ik kon niet mijn nest uitkomen, want gisteren... Zeg over die Brabanders, maar... Ja, nee, ik ben ingeburgerd inmiddels, hè. Ja, dat klopt. Een Brabants ik kon echt... Ik was zo moe, ik kon niet mijn nest uitkomen. Ik had gisteravond getraind en ik moest editen, het was laat geworden. Ja, dan moet ik eigenlijk gewoon half acht mijn bed uit om hier te zijn. Dus ik had half al mijn wekker gezet, maar ik bleef maar sluimeren, toen ging ik pas half negen uit. Druk op de weg, nou, dan ben je net even een uurtje te laat, hè. Of twee. Twee uur bijna. Ja. Dat is niet erg. We gaan vanavond wel drie uur langer door. Nee, hier liggen alles dat hoeft niet. Hè? Ik regel zelf een auto. Ja. Twee luchtfilter condomen krijg je ook nog. Oh, en die, waar zitten die op? Die zitten hier. Oh, even kijken. Dat is de aansluiting van een luchtfilter naar de turboladers, naar de inlaat. En die scheuren heel vaak. Oh, die is gescheurd, en dan, ja. Dan pakt die ongefilterde lucht, want hier zit de luchtfilter in. Dus dan gaat, mocht hier troep, rotzooi... Inkomen, dan vreet hij naar binnen en dan vind je turbo in de motor niet echt. En waar zitten die bougies dan? Ja. Hier heb je een mobiele. Er zit eentje onder. Dus er moet de hele zooi eraf of zo? Ja, mobiele zit er eentje onder. Hoe kom je daarbij dan? Ja, graven. Simmer... Schroeven. Eerst alles weg. Weg. Ja joh. Hier zit de sensor. Ja, dat is lambda 101. Lambda 102. Twee. En daaronder zit er nog een paar. Ja. Dat lijkt makkelijk nou, alleen heel die weerwaar van kabels gaat op. Ik ga het naar onder doen. Dus om het daar weer voor ontstekkeren en dergelijke. En die routing van die kabel los te maken. Dus maar Erwin, hoorde ik jou nou zeggen dat die lambda-sensoren echt een pain in the ass zijn om te vervangen? Of dat er één was of zo die op een onmogelijke plek zit? Er zit er één bij inderdaad die natuurlijk nergens is. Hè? Welke is het ook alweer? Links. Deze, hè? Die lopen allebei helemaal naar onder. Die zitten langs de bak geschroefd. Die kunnen bijna niet bij. Ja, je zou zeggen, maak hier een stekker, klik, klik, klaar. Nee, Audi doet dat toch weer anders. K
kabel helemaal via een of andere complexe routing eronder. Altijd hè, Volkswagen groep. Volkswagen door de Jik. Oh, kijk wat ik voor John krijg. Hè. Zeggen jullie dan Chocomelke of is het gewoon bij jullie Chocomel? Hij is Chocomel Slagroom. Slagroom? Nee, Chocomel Slagroom. Maar het kan ook bij, ja, het kan in principe, dat is geen Chocomelke, een Slagroom. Ja, ja, dat is Chocomelke. Mooi topping erop. Mooie topping erop. Helemaal top, joh. Topping, dropping. Je hebt je goed bereik, echt topping. Ja, mooi hè. BMW verkoopt natuurlijk ontzettend veel auto's en één daarvan is de 2-serie. En hier staat een MX2. X2M. 2MX. Nee, het is een X2. M35i. Oké, okay, John. Opnieuw. BMW verkoopt dus heel veel auto's. Nee, dit. John heeft deze zelf aangepakt. Hij heeft er een skirt op gezet. Een frontlip, zie je dat? Splitter voor. Splitter. Splitter. Zwart spoten. Kostenvallige. Dikke wielen. Met dikke vette vet erop, hè? Bandenvaat. Lekker. Mooie kleur zit erop. Vet, spoilertje erop. Lipje erop. Maar levert dat het normale, andere diffuser, ja. Levert het normale pakket dit niet dan? Deze het normale M-pakket? Het is een X2 met een M-sportpakket. Ja. Alleen een M-sportpakket heeft een andere diffuser. En die is dan anthraciet grijs. Ja. En deze is dus eentje van Maxton. En die is dan hoogland zwart. De pijpjes hebben we zwart erop gemonteerd. Het logoetje achter op de klep, glanszwart. Vleugeltje van Maxton erop, glanszwart. Voor in de bumper alles gedaan. Dat is normaal ook allemaal antwoord. Ik vind hem wel echt dik. Maar ik vind echt zo'n pocket rocket idee. En dan lekker laag gelegd. Ja, hij is echt een goed gelukt. Deze ben je snel kwijt, denk ik. We hebben het van de klant. Oh, het is van de klant. We hebben een opdracht van de klant gedaan. Nou, jullie mooi gedaan, man. Oprecht, ik zal nooit snel voor een BMW kiezen, maar zo een zou kunnen rijden. Super dik. Ik vind hem heel dik, maar ook die kleur vind ik echt super gaaf. De klant heeft eigenlijk gezegd van gevraagd aan Erwin. Wat zou jij doen aan die auto? Hoe kan ik hem dik maken? En Erwin heeft geadviseerd, dan zou ik dit doen, zus doen, zo doen. Ja, dat is erg goed gelukt. En klaar is Kees. Mooi man. Ja, ik vind hem super gelukt. En zijn de koplampen ook gesmoked toevallig? Ja, ik smoke, ja. Stom dat jullie dat nog doen. Roken is toch slecht voor je? Roken is slecht, ja. Ja, dit is ook iets, hè. Het maakt officieel niet, hè? Nee? Nee, voor de APK is het afkeuren. Jezus. Ja. Van de kutregels toch ook, hè? En dat weet eigenlijk iedereen die dat doet hier, alleen ja... Maar als de politie daar al moeilijk over gaat doen? Ja, het is onzin, maar goed, je mag een koplamp niet folie, daar mag niks overheen zetten. Je mag dus ook niet eens dit zwart maken, want je ziet bij heel veel auto's van die gasten die plakken dit zo met een zwarte sticker af, dat mag dus ook niet. Nee. En dan krijg je ook gewoon, er staat ook best een pittige boete op of zo, ja, gewoon 130 eentje, euro of zo. Je ziet wel zo'n kenting met een eentje erop. Is vaak is er eentje even met tinder even zwart eraf halen, dat is ook gewoon geel is. Dat mag officieel ook al niet. Oh, zodat je het niet opvalt? Ja. Ja, nee, je mag heel veel niet, hè? Maar gelukkig mag ook heel veel wel. Heel veel wel. Als je kijkt naar Duitsland, of België, Duitsland is heel erg. Alles wat gemonteerd wordt op die auto, moet op de vaartsgebrief komen staan. Die splitter, die wielen, verlagingsset, alles moet erop komen staan. Dus vaartzuigbrief, zei dat dan? Ja, het Duitse kenteken. Dus op Duitse kenting moet alles komen staan. Kijk mijn einddemper dan. Dit is toch niet te geloven? Heb je nog nooit gezien toch, John, dat zoiets voorkomt? Zeg je, nee. Nee, hoe kan dat, joh? Kijk, hier ook een hele spleet erin. Hij is gewoon hier op de lasnaad is losgelaten. Ja, maar dit is geen lasnaad dit, hoor. Nee, en hier ook, maar het kan best eerst hier los is gelaten en door het op en neer gaan. Dat hij daarna nog hier is gescheurd, want het is vreemd. Ik heb het nog nooit gezien. Maar ik heb elke keer als ik nu bijvoorbeeld een drempeltje overga, dan hoor ik alsof er iets klappert achter. Maar is dat de... Dat is een soort, de Turkse versie van kapotheid. Ja, het is zo van als ik over een drempel heen ga, dan is het gewoon of alsof er iets loshangt onder. Ja, dan lijkt het die uitlaat op de ondervalt, ja. Of die stuitert op een drempel. Ja. Maar het is alleen maar hele hoge drempels als ik die hard pak. Maar goed, we gaan hem nu vanaf hier vervangen. Dus deze pijp komt nieuw. Die komt er nieuw onder. En dan deze laten we gewoon zitten en hier komt een nieuwe. Ja, die linker. Mooi speel, hè? Maar dan zie je hoe erg dat, want het is natuurlijk wel RVS, dat ook, het is gewoon hetzelfde. Maar dan vind je zo'n nieuwe toch mooier, ook al zie je hem nooit. Ja, dat is natuurlijk wel weer het grote verschil met als je een Acrafiets pakt. Ja, dat is helemaal van titanium. Die blijft wel echt heel mooi, hoor. En die gaat helemaal verkleuren. Met die blauw-paarse kleuren, dat is wel echt heel mooi. Maar goed, het hangt nog steeds onder de auto natuurlijk. Ja. Dus ja, daar heb je niet heel veel aan. Maar... Ja, weet je, word ik hier aangereden of je rijdt iemand aan, kan die kijken hoe het eruit ziet. Dus... Als je een keer over de kop gaat, dan Net als die Ferrari Enzo, weet je wel. Ja. Hebben dat gezien? Ja, niet normaal. Ferrari Enzo crash ter waarde van 3 miljoen. Ik weet niet of jullie het gezien hebben op het nieuws. Maar dat doet pijn.
in iedereen's hart die van auto's houdt. Ik zag het en ik heb gelijk weggeklikt. Ja, ik dacht, zonde, dit kan ik niet aanzien. Zonde. En het was volgens mij ook gewoon een automonteur die een testrit deed vanwege de garage of zo. Ik heb niet gelezen wat er aan. Ja, ik weet niet precies wat het was, maar als jullie het nou wel weten, laat het weten in de comments. Rammer John! Oeh! Dan moet ik in de weg staan, hè? Ik weet niet of je hem nog weer wilde doorverkopen in Polen, maar dat gaat niet door, denk ik. Dus ik weet niet of je het nog door wilde verkopen in Polen, dat ding, maar dat gaat niet door. Dat is rubber, hè? Rubber. Het ziet er heel makkelijk uit. Hoi! Hoppatee, hoppata! Oh! Zo, lekker! Dat is hem! Zo, dan krijg je wel denk 10 euro voor bij het oud staal, hoor. Jazeker. Kijk even. Dat is hem. Wat is dit dan, mee, John? De klep. Oh, de klepsysteem. Kijk hier. Hierin kijkt. De klep. Kijk, hier zie je die klep zitten. Ja. Ja. Die wordt elektronisch aangestuurd. Hier een stekkertje hier. En die gaat open en dicht. Top. Op comfort. Dicht. Op de remmen open. En wat is dit dan? De rubbers waar die mee ophangt. Ja. Waar je hem ophangt. Dus je kan het zo tegen de bodem maken. Zo zit dat dan. Uiteraard, die hangt compleet in de rubbers. Waar die klem? Hallo. We halen de klem nu los en je ziet dat hij hier heel erg gelekt heeft. Okay. Maar de klem zit hier overheen, maar die pijp zat er voor een meter in, zie je ze? Die moet er veel verder in. Oh ja, ik zie het. Zie tot helemaal daar, ja. Ja. Dit hele stukje is gewoon... Dus hij zet hem tot zo. Dat hoor ik dan ratelen. Ja, of niet? Je kun je meteen horen lekken. Dan hoor je wel pruttelen. Beetje flufferen. Ik af en toe gewoon... Nee, het is meer fluffer. Hoe? Fluffer. Geen blablabla. Ja, toch weer taalbarrière, denk ik. Maar deze klem zat hier overheen en dan kun je het niet zien. Maar daarom heeft hier dus zoveel uitlaatgassen gelekt. Zie je? Zo, dat is pikzwart. Ja, dat is voor de uitlaatgassen. What the fuck? Ja. Hou jij hem vast? Hou jij hem eens vast, zegt hij. Hou je hem vast, jongen. Ja, ik hoop dat hij over de uitlaat praat. Wat? Niks. Is dat wel niet aan, net? Nee, ik pak hem even terug. Ik heb ook 9 vingers. Hey John, 2 of 3 zijn er genoeg voor je vrouw, hè? Dus. Oh ja, maar dat is net deze. Dat is net deze. John rijdt momenteel zelf in een Audi R6 C8. Maar je hebt een mooie diffuser erop gezet, hè? Ja, Urban. Hoe? Urban. Nou, ik denk dat het een beetje naar jou, Urban. Bij ons gewoon Urban. Ja. Hoe is bij jullie een Ray-Ban dan? Een Ray-Ban. Een Ray-Ban. Kijk dan, dikke diffuser erop. Kijk, hoe zei je, John? Urban. Hij is dik, Urban hoor. Diffuser. Hij is heel mooi. Hij is dik. Wat dik, hè? Maar ik vind het nou jammer dat er geen softclose op zit, John. Dat kan echt niet, hè? Hij zat ook voor 194, er zit niet in softclose op. Klopt. Ja, dat kan echt niet. Jongens, niet naar John gaan. Het is top, bij John zit er een Shell om de hoek en in die Shell zit een soort broodjeszaak. En dan heb je ambachtelijke worstenbroodjes. Brabants worstenbroodjes. Dat gaan we lekker halen. Top. Chappen. Hey, nog even over die Enzo Ferrari, of die Ferrari Enzo. Gast, wat heb jij gedaan met jouw shirt? Kut, ja. Kut, ja. Dat kan niet, ik kom gisteren uit de was. En ik ben overlof, ja. Altijd John, vieze kut, ja, dat is wel bijna. Hij trapt er ook weer vol weer de gewoon. Ja, jij net ook met die auto toch? Hè? Jij net ook met die auto. Welke auto? Die Golf. Pakken we deze? Oh ja, ja, de mijne zei ik ja. Ze stapt maar in die Golf. Ik ga bij de Golf staan, loopt hij naar een Audi. Ik ben alleen niet zo zielig dat ik te film. Ja, omdat je er geen tijd voor had, anders zou je het gewoon doen. Oh, is voor ons. Kunt je aan, zeg. Ons brein doet ook een lopende band, jongen. Echt, daar ben je doodziek van. Een lopende band, hop. Alleen... Wie? Oh, je zoon? Ja, maar Marijn doet ook heel vaak. Dat jouw neus al niet omhoog staat. Ja. Dat je niet zo'n wipneusje hebt inmiddels. Ja, tosti. Tosti. Moet je kijken, lekker. Wat? Dit is denk ik broodje. Tosti aan kast. Oh, John, als jij geen autobedrijf had gehad, wat had je dan gedaan?
Heb je enig idee wat je dan gedaan had? Ja? Porno-industrie. Ik wist dat niet. Ik dacht gigolo porno-industrie. Ik wist het gewoon. Ik denk dat fysiotherapeut wel wat voor jou was. Een fysiotherapeut? Ja. Goeie klemtoon. Gynaecoloog. Ja, dat vind ik wel echt wat voor jou. Ja, gynaecoloog, ja. Maar je ziet ze gewoon allemaal, hè. Lekker om ook te viezen. Maar lekker om ook te viezen, ja. Oh. Eet smakelijk. Ik heb een horecaopleiding gehad, hè. Echt? Wat dan? Eerst oudtechniek en toen horeca. Serveerster. Serveerster, ja. Mijn toch heb ik er op de... Dat was toen SKB. Dat is nu de Rode Pannen. De Rode Pannen? Ja, dat is een hele slechte stripclub. Maar wacht even. Je hebt eerst automonteur gedaan, daarna horeca. Maar je doet nu automonteur, dus je hebt een eigen garage daar. Hoe werkt dat dan? Ja. Oh, ik zie jou geen verse biertjes en colaatjes en tosti's serveren in je zaak. Ja, klopt, ik ben heel slecht in geworden. Nou, ik zorg dat ik elke keer voor eten, of niet? Ik zorg dat ik elke keer voor eten. Oh, dat verstond je even niet. Ja, dat geeft helemaal niks. Mijn ouders hadden een horecabedrijf, dat snap ik misschien beter. Ik dacht eerst van ik neem het thuis over. Wat hadden ze dan? In dorpje Odiliapeel, een café. Met 3 zalen. En er waren dus allemaal feesten en partijen. Een dorpje toen ik er vertrok, toen ik ging verhuizen, toen woonden er volgens mij 1600, 1700 mensen. Het was klein, maar rete druk. Nou, joh. Maar ook heel veel van buitenaf. Er waren best weinig zaalcomplexen in de gemeente Uden. Dus er waren ook heel veel buiten Lierappeel die bij ons kwamen feesten. Dus gewoon alles in gemeente Uden kwam eigenlijk in jullie zaal afhuren, zalen? Niet alles, maar wel veel. Maar ik heb er wel geprobeerd. En op een gegeven moment moet je werk gaan zoeken. Ben ik eerst in een dienst gemoet, was toen nog dienstplicht. Maar ik snap het helemaal niet. Je doet een horecaopleiding, maar je werkt dus bij je ouders. Maar daar ging je dus niet werken, dus dan ging je een baan zoeken. Het is, nee, luister. Ik heb eerst autotechniek gedaan. Dan moet je... Ik wil jou begrijpen, John. Ik wil weten hoe jouw route zijn. Daarna ben ik de horeca ingegaan. En dan heb je de school afgemaakt. En dan moet je werk hebben. Bij ons thuis was weinig werk. Ons paasma werkte nog volledig. Oh, je wou het later overnemen. Dus overdag was er wel werk, maar niet voor iemand extra weer. Dus toen moest ik gewoon werk gaan zoeken. En dat heb ik even gedaan, maar toen moest ik in dienst. Toen was er nog een dienstplicht. Dus moest ik, in eerste instantie moest ik 11 maanden in dienst. En dat werd toen in de tijd dat ik erin zat, werd er verkort naar 9 maanden. 2 jaar later is het afgeschaft, volgens mij. Maar ik heb die dienstplicht nog volbracht. Ik een gruwelijke hekel aan, maar echt super, super mooie tijd gehad. Want je moet er helemaal alleen naartoe als zo'n manneke uit Odiliapeel en dan in de grote stad. En dus dat is helemaal een drama. Dus moest ik naar Nijmegen toe. En heb ik dus bijna een jaar in dienst gezeten. En toen kwam ik terug en toen moest ik werk hebben. Toen moest ik werk hebben en ben ik gaan zoeken. En eerst in de horeca was toen echt, is echt gek, want dat is nu natuurlijk anders. Niks. Was niks. Ik kon hier bij een lunchroom in Uden gaan werken. Een lunchroom als in de bediening. Ik wilde graag in de keuken, maar goed, daar hadden ze geen vacature, alleen maar in de bediening. Daar had ik geen zin in. En toen was er nog 1 vacature meer. En dat was op de nudistencamping in Elsendorp. Lul niet. Serieus. Dus ik heb jij dacht, ik moet hier werken. Ja, nou, ik was... Ja, het was lul niet, echt niet. Ja, echt waar. Er waren 2 vacatures maar. Eentje dan in Uden en eentje in Elsendorp op de nudistische camping. Dus ik heb er heel serieus aan een bureautje gezeten bij het arbeidsbureau. Dat was toen niks internet, dat was alleen maar... Ik heb er aan zo'n bureautje gezeten. Ja, maar wat moet ik dan doen? Ik zei, moet ik dan ook zonder kleren dan achter die baden staan daar? Nee, je kunt gewoon je kleren aanhouden. Ik zei, goed, ik was gewoon veel te bang. Ja, dat wil ik niet. En die keer in die frietpan zou vallen. En dan, ja. Is dat nou een kipcorn of frikandel? Nee. Maar dus, dat heb ik toen niet gedaan. Niet? Nee, joh. Dat stel me nou, zo ken ik je niet, John. Ja, maar ik heb... Ben je toch veranderd door de jaren heen? Ja, dat klopt. Maar ik was toen 22 en ik heb even een keer gekeken wat er voor mensen rondlopen op die bus. Ja, nou goed. Naakte Duitsers met een bierpens. Nou, daar had ik niet echt behoefte aan, zeg maar. En toen ben ik werk gezocht. Denk ik, het maakt geen zak uit wat ik doe. Als ik maar... want ik ga voor mezelf beginnen. En toen ben ik gaan werken. Toen was er weer helemaal niks. En een baantje bij Zonnebankstudio in Veghel. Dus omdat er niks was, ben je maar bij een zonnebank gaan werken? Nee, dat was er toen. En toen ben ik gaan praten. Van, nou, hoe moet ik dan doen? Maar die verhuurde zonnebanken. Dus echt, ik denk dat het tegenwoordig niet meer bestaat. Maar er was een zonnebankverhuurbedrijf. Dus dan kon je thuis een zonnebank neerzetten? Dus dan kon je voor twee weken een zonnebank huren. Dus dan ging die zonnebank, moest er naar boven toe, moest opgebouwd worden en na 2 weken weer ophalen. Ja, daar ben ik even gaan aanhoren wat ik dan moest doen. En denk ik, ja, daar vind ik ook geen zak aan. En toen ben ik een maatje van mij, een hele goede maat van mij, nog steeds een goede maat van mij. Die werkte toen bij een wooncenter in Uden, bij Van Donzel. En daar ben ik gaan praten en ben ik maar het magazijn gaan werken daar. En na een halfjaartje zat ik met die maat van mij op de auto. En daar hebben wij 8 jaar of zo muls bezorgd.
Allemaal die 8 jaar meubels bezorgd. 8 jaar, dan heb ik me helemaal mijn rug naar de kloten geholpen. Maar ondertussen ben ik dus, ik ben in 1996 begonnen, in 1994 ben ik daar gaan werken. En in 1996 ben ik voor mezelf begonnen. Dus je hebt nog heel lang gewerkt, terwijl je eigenlijk een beetje aan huis sleutelde ofzo? Ja, toen was ik al met auto's bezig, ja. En auto's in en verkopen. Maar omdat ik niet durfde te stoppen, want ik moest natuurlijk eerst een beetje iets opbouwen. Maar dat deed je gewoon thuis? Ja, thuis, bij mijn ouders thuis. En op een gegeven moment liep dat zo uit de hand, dat je gewoon een plek moest zoeken? Toen werd het drukker. En heb ik dus een jaar of 7, 8 bij Van Onzen gewerkt. Meubels sjouwen. Oh, joh. Grote tafels, kasten, alles trappen op, bedden opbouwen. En gewoon echt heel veel. En daar heb ik eigenlijk toch heel veel lol aan gehad. Want het was wel heel leuk, want je leert heel veel met mensen omgaan natuurlijk. Hè? Want wij komen natuurlijk ook bij mensen met klachten en zo. Hè? Dus ik vond het wel interessant. En daarna kreeg ik een baan aangeboden volgens mij. Mijn overbuurman zei toen, wij zoeken nog een servicemonteur bij Beterbed. Dus dan ben ik als servicemonteur bij Beterbed gewerkt. Heb ik een jaar of 3, 4 gewerkt. Ook nog? En daar zat ik dus echt als servicemonteur. Dus elke klant die daar de deur opendeed, daar kwamen de... Stoom uit de oren. Want daar was dan een paar keer misgegaan natuurlijk. God, dat vind ik niks voor jou. En dan moest ik het daar op gaan lossen. Dat vind ik niks voor jou. Ik vond dat wel mooi om te doen. Wel. Als ik was geweest, was het opgelost. Dat we, ja, echt, ja, omdat je goed was in wat je deed. Maar ik vind jou niet de type die de hele dag met boze mensen omgaat. Ja, goed, dat ging toch hartstikke goed. Ja, joh. Ik kon die mensen wel geruststellen. Want ik zei gewoon, hè, want het was al een paar keer misgegaan. 1 keer, 2 keer, 10 keer. En ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ik kreeg die mensen rustig. En ik ging, ik zei, ik beloof gewoon, ik bel jullie straks op. Dan zei ik, dan meld ik dat ik de spullen heb gevonden. En die naar jullie ga versturen of iets. Ik los het altijd op. Of het moest echt onmogelijk zijn. Maar wij werkten daar met een bonussysteem. Zo kon je met zoveel procent ootjes. En ootjes is opgelost. En dat was voor mij natuurlijk ook wel een... Dan kreeg je gewoon een bonus als je veel had opgelost. Ik ben ook wel eens een strever natuurlijk. Hè, want ik wil natuurlijk... Ik had het liefst 100% opgelost. Goed, dat haal je niet. Maar ik zat toch wel vaak tussen de 90 en 100%... tussen de 90 en 98% van oplossen. Dat is wel gaaf, ja. En dan hoe meer je oplost, hoe meer salaris je kreeg. Toen hebben wij ondertussen een pand gekocht. Maar servicemonteur van bedden, kwam je dan ook bij bordelen en zo? Nee, helaas niet. Niet veel plezier tijdens werk, hè, John, zei je baas. Het is eigenlijk wel grappig. Want ik had een heel grote regio. Hè. Een keer in Hilversum geweest. Yeah. Ja, wat ik daar allemaal heb meegemaakt. Heb je even. Ja. Maar we daar even kijken, heb ik nog genoeg opname minuten? Ja. Nou, ik weet bijna zeker dat ik bij Bobby Eden ben geweest. Ja, joh? Ja. Wie is dat? Die ken je toch wel? Nee. Bobby Eden. Wie is dat? Ken je die echt niet? Nee. Zoek even op. Link in de beschrijving. Jij denkt nou oprecht dat ik niet weet wie Bobby Eden is. Natuurlijk wel. Ja, natuurlijk weet ik wel. Maar die man dat is een halve Adam Curry is dat. Ja, ik weet wie die lijkt. Goed, die lijkt een beetje op Adam Curry, die man. En ik weet bijna zeker achteraf... Want ik zag haar een keer en ik... Het was in ieder geval een porno-stelletje. En ik weet bijna zeker dat ik daar ben geweest. Maar die hadden problemen met de boksprings. Ja. Uiteraard. Want die werden overmatig gebruikt. Maar ik heb van alles meegemaakt. We hebben spullen onder bedden gevonden. Jij loopt de kutten ermee zeker? Ja, ik heb een keer gehad dat een vrouwtje op bed ging liggen. Met een armpje zo eronder. En ik was die deur aan het afstaan. En ik keek zo'n keer om en zei dan... Een beetje lachen. Op de muur hingen naakt foto's van haar allemaal. Ja. Ik was er bezig en ik keek zo. En ik... Huh? Een keer naar haar kijken. Ik dacht van, ik ga even John de monteur pakken. Nou, ja, we hebben zo... Heb ze geprobeerd toen? Ik heb een keer een briefje in mijn zak gekregen met een telefoonnummer erin. Ja, joh. Ja, als ik er aan de gang ging... Zo'n fetisj voor heel veel mensen. Ja, als ik aan de gang ging, dan trok ik alles uit en smeerde ik mij helemaal mijn olie in en ging ik die kast in elkaar schroeven. Haar alleen maar bruin, weet je wel. Maar hoe heeft dat vrouwtje bleef op bed liggen? Of ik nee, joh, man, ik had verkering. Of ik was al getrouwd misschien. Was ik al getrouwd? Nee, ik was nog niet getrouwd. Maar zij lag op bed en zat je uit te dagen? Behoorlijk, ja. Maar wat deed ze dan? Ik werd er wel een beetje nerveus van. Maar wat deed je dan? Ja, ik niks. Gewoon een kastje afstellen. Ja, maar wat deed zij nog meer? Ja, die ging er gewoon sexy liggen. En op een gegeven moment keek ik een keer... Zij zag maar kijken naar die muur die vol met foto's hing. Allemaal naaktfoto's van haar. Dus ik denk, fuck joh, ben ik nou toch beland? Dat is wel gaaf, hè? Hij denkt, nu weet ik waarom je die beroep zo leuk vond. Ja. Ja, en ik ben een keer bij iemand geweest, toen kwamen we boven op de slaapkamer. Ja, ja. En toen had ik iemand bij. Ja. Stef, als je kijkt, dat was goud. We zetten allebei die boksprings tegenover elkaar, of op zijn kant tegen elkaar aan. En wij gaan die pootjes verwisselen. Want er moesten zo'n pootjes moesten zo'n pootjes worden. En ik kijk zo naar het plafond. Ik denk, wat zit daar dan toch? Er was gewoon echt zo'n plug uit het plafond getrokken.
getrokken. Ik zeg nog voor de gein tegen Stef. Ik zeg, voor mij heeft er zo'n tuigje gehangen waar zijn vrouw in kan hangen. Ja. Nou jongen, wij hebben er alles lag daar, hè. Alles lag daar? Alles, SM-video's, lagen die ballen die je in je kont kunt stoppen. Dildo's lagen daar, alles lag daar. Dus wij lagen echt, mijn kaken deden maar gewoon zeer... Maar lag dat gewoon onder dat bed? Nee, had zo'n nachtkastje met van die laadjes en dan kon je tussen kijken zo. Ik zei, wat ligt hier? Ik zei, wat is dit dan? En toen die maat van mij, die pakt die dingen, die ballen die in die aders moeten, zeg maar, hè, die pakt die op. Nou, je kunt je voorstellen, echt, ik piste in mijn broek. Ja, ja, ja. Mijn kaken deed ik gewoon zeer van het lachen. Maar waar waren die mensen dan beneden? Die waren er beneden. Die ouders waren niet thuis, maar die dochter was beneden. Die denkt, ik kom ook maar niet kijken, want ik weet al wat ze gevonden hebben. Ik zei het eigenlijk... door mijn zieke gedachten. Ik zei het voor de gein, want kijk dan daar, er heeft een tuigje gehangen, zei ik voor de gein. Hè? En die is natuurlijk uit het plafond gebroken, er zit zo'n brok beton was eruit. En toen aan de rand vonden wij dat allemaal. En ook allemaal filmpjes dat mensen in zijn tuig hingen en zo. Dus dat was gewoon echt. Nee, dus echt, gewoon dvd's? Dat waren toen de videobanden. Nee, dat waren dvd's. Maar we hebben zo gelachen. We hebben zoveel dingen meegemaakt. Een keer kwamen wij in Limburg ergens bij een, bij een kerel. En ja, ik moest even openmaken voor mijn zus. Mijn zus woont hier. Ah, is goed. Dus toen moesten die het bed kraakt of zo. Dat had ik ook een klacht. En ik pak die lattenbodem omhoog. En dan lag... En er was weer maar Stef. En Stef pakt gewoon die dildo op. Hé, hey, iemand die is kwijt? En die broer staat aan mijn zoon rode harses. Van fuck man, die is van mijn zus. Ja, maar goed, gaan. Dus we hebben zoveel mooie dingen meegemaakt. Ja. Maar ja, toen ik daar werkte, toen hebben wij dat pand gekocht waar we nu zitten. Ja. Ze werkt nog bij Van Donzel. Of bij Beterbed. Toen werd onze Bram, onze Marijn was al geboren. Die is in 2002 geboren en in 2003 zijn wij daar gaan zitten. En in 2004 werd Bram geboren, maar Merem lag al eerder in het ziekenhuis. In verband met tweeën die al te vroeg kwamen. En toen heb ik zorgverlof opgenomen. Onze ouders werkten nog allebei. En ik had geen opvang. Dus ik heb op Marijn moeten letten, op Marijn moeten passen, want ik moest thuis zijn. En toen af en toe, overdag eens even naar het ziekenhuis toe, want Merem lag er aan de weeënremmers. En toen heb ik op een gegeven moment mijn baas gebeld van Beterbed. En ik zeg, ik ga ermee stoppen. Wat zeg je? Ik ga stoppen. Hoezo? Nou ja, het bevalt eigenlijk wel goed zo. Bij de zaak wonen nu en ik krijg best wel wat aanloop overdags. Maar hij lag heel de dag te slapen en ik kreeg best wel veel klanten. Ik dacht dat iedereen wel belde van tevoren, maar ik kon nog wel auto's verkopen. En dat was eigenlijk een beetje een probeersel, per ongeluk. En ik denk, als ik nou vaker thuis ben, dan kan ik meer auto's verkopen. En dan mijn salaris waar ik dat krijg, dan kan ik zo terugverdienen. Dus ik denk, weet je waar, ook helemaal niet overleggen thuis. Meer dan in het ziekenhuis. Ik heb bellen aan mijn baas en ik zeg, ik ga hem stoppen. Nee joh. Lekker impulsief ook. Dan moet je een brief sturen en dan moet je dit en dat en dat. Dus ik zeg, oké, ik leg de horen op. Ude, datum. Bij deze wil ik mijn baan opzeggen. Brief in mijn hand, naar Beterbed gereden. Met mijn baas. Wat doe jij nou? Ik zeg, stop ermee. Dat zei ik toch. Dus dat was einde werkgevers. Maar nu vind je niet in de mensen hun auto's af en toe een dildootje of een tuigje of zo? Ja, ik heb nog wel een keer een dame gehad, daar verkocht ik een BMW coupé aan. En die leefde eigenlijk vanuit haar tas. En daar begon in één keer iets te trillen. Dus zei die tas die zetten we weg. Wie bleef er maar bellen dan? Nee, dat was iets anders. Toen trilde de telefoon zo niet. We zetten die tas eruit, moest in de kofferbak zijn. En we zetten die tas op de grond neer. En die tas. What the fuck is dat nou weer? Je hebt die rits open. Ja. Daar zat er ook eentje in en die was door de spullen, is iets tegen dat knopje aangekomen en dan ging dat ding trillen. Dus ja. Heb ik er ooit meegemaakt, ja. Als je kijkt, was een mooie. Ik heb ook wel eens dat mensen mij gewoon gebruikte slipjes opsturen en dildo's en dat soort dingen. Ja, dildo's? Ja, ik had een keer een opgestuurd gekregen, dat was tijdens mijn verbouwing, een enorme zwarte dildo. Toen heb ik op vrijdagavond, nadat de bouwvakkers weg waren, heb ik het op het raam geplakt. Heb ik alleen gehad, ik heb een feestje van het weekend. Ik zal proberen dat het maandag weer netjes is en daarna niks meer laten weten. Ja. Dat was maandag en ik hoor niks. Dinsdag niks, dus ik kom naar woensdag aan, weet je wel. En die dildo hangt niet meer op het raam. Huh? En ik word een beetje raar aangekeken door die gasten daar. Ik zeg, was er nog een rommel na het feestje? Ja, nee, viel wel mee hoor. Ik zeg, ik ben wel iets kwijt, het zat daar op het raam. En toen werd hij een beetje rood. Ja. Ik zeg, dildo. Oh, ja, die ligt daar, man. Thuis, ik zeg, joh, god. Ik zeg, ik zeg, dat was een leuk feestje, hoor. Ja, dat was mooi, dat soort dingen. De kleine kutgeintjes tussendoor, weet je. Ja, dat was echt leuk, joh. We hebben zo ik snap dat jij daar een leuke tijd hebt gehad. Oh, man. Fantastisch. En is het natuurlijk ook zo, dan heb je dus je werk en je collega's. En dan ga je stoppen en dan ga je voor jezelf aan de gang. Merem zat... En ben je alleen? In het onderwijs zat Merem. Kinderen waren bij de oppas en ik was heel de dag alleen. En dat was wel even...
Jij ook allemaal gelijk van die SM-DVD's aangeschaft? Dat kunnen wij ook. Dus, ja, dat klopt wel trouwens. Maar ja, daar hebben we... Ja, elke bellen wel, naar Stef, mijn bed is kapot. Kom even maken, even op de koffie. Stef is een gouden gast. Maar daar heb ik de laatste anderhalf jaar of zo, heb ik samen met Stef op de auto gezeten. Want dan hadden we wat klussen, wat meer klussen die voor twee personen. Ook in verband met de Arbo natuurlijk. Sommige dingen konden wij niet alleen tellen, die gewisseld. Arbo-wet, ja. En toen zaten we met z'n tweeën op de auto. Nou, en dat was echt een gouden tijd. Ja. En dan val je in één keer eigenlijk een beetje in een gat, want dan ga je werken. En je bent de hele dag is stil. Stil, is niemand. Van elke dag ouwe hoeren, want je zit natuurlijk meer in de auto dan maar dat je doe jij aan de kant bent. Maar ja, dat was wel even rustig, ja, toen. En dan nu is het tijd voor de bougies. Zo, er is hier van alles uitgegaan. Hier in deze gaten zitten ze. In die gaten. De oude zijn er al uit. Nee, die zijn de oude. Die zitten er nog in. De eerste bobine zit er overheen. Die zit er nog in, ja. Als het goed is, moet er eentje afgebroken zijn. Toen hij op de dyno ging, is er eentje kapot. Welke cilinder? Dat zeiden ze niet. Nou, daar komt de eerste. Die is niet afgebroken. Maar is die wel... Die ziet er nog wel redelijk uit. Oké. Okay. En hier zitten er dan vier aan deze kant. Ja. En dan moet je dit ook allemaal weghalen zo. Ja. Wat een gedoe, joh. Lekker handig. Er zijn nu wel wat stekkertjes. En dan schroef je hem los en dan met een magneetje dan vis je hem eruit. Ja. En die? Die ziet er hetzelfde uit ook. Ja, hetzelfde. Ja. En deze ook. Dat is de derde al. Ja. Deze. Dat is de vierde. Ziet er ook nog goed uit. Ja. Zal aan de andere kant zijn, ja. Kijk, als je het verschil ziet. Ja, dit zijn die oude dan. En dit zijn die nieuwe. Ja, maar wat is het verschil dan? Want dit is iets langer, of niet? Ja, maar de lengte is precies hetzelfde. Ja, er zit een ander puntje aan of zo. Ja, maar daar zit gewoon in de bougie zelf. Wat precies het verschil is van... Erwin, dat kun jij vertellen. Wat is het verschil van de race? Was het verschil met de normale bougie en de racebougie? Dat is een heel technisch verhaal, maar die racebougie heeft een heel andere coating. Er zit een coating op van een legering iridium of platina. Dat is een edelmetaal, daar wordt die tip mee gepleed. Maar het gaat hem erom, met name, ja, het is een veel hoogwaardigere bougie, maar het gaat hem om de warmtegraad. Dit getal bij een bougie is de warmtegraad, die 9, die heb je in een verschillende range. En die standaard bougie heeft de warmtegraad. Ja, en deze heeft 9. Denk hoe het allemaal zit. Hier staat ook heel expliciet op vermeld. Een belangrijk getal. Ja, staat erop. Dit is een koudere bougie. Deze geeft zijn warmte makkelijker af. En omdat die chiptuned is, heb je meer turbodruk, meer laaddruk, meer warmte in die cilinder. Dus die bougie die moet kouder blijven. Dus bij deze is het porselein komt in aanraking met die bougie aan de binnenkant. Dat porselein heeft een groter oppervlak, waardoor deze bougie sneller afkoelt. Dat noemen ze dus een koudere bougie. Oké. Okay. Wordt met name in tweetakmotoren wordt er heel veel mee gespeeld, zeg maar. Ik race zelf, ja, mijn dochter race met tweetakmotoren op de kart. En dan wissel ik altijd afhankelijk van buitentemperatuur tussen drie typen bougietemperatuur. Nee joh, echt? Ja, dat is wel interessant te weten. Dat leer ik ook nog wat motorisch gezien van mijn auto. Ja, ik zal dadelijk wel eens even een schemaatje opzoeken. Dan kun je zien hoe die kern er binnen uitziet. Ja, dat is voor de kijkers ook wel leuk. Dan heb je heel duidelijk inzichtelijk wat die warmte gaat naar doen. Ik ga het meteen even opzoeken. Nice. Moeten kieken, jongen. Van NKG. Nou, je ziet hier het verschil. Dit is het porselein wat doorloopt en dit is de warmteafgifte. Dit is dan een koude bougie. Is het porselein groter en meer porselein in contact met het staal van de bougie waar dan weer in de motor geschroefd zit. Dus die kan dan, die warmte kan makkelijker wegvloeien, dus die bougie blijft kouder. Dus die warme bougie, hot meer type, metaal. Minder porselein. Minder porselein, dus minder contactvlak. Dus die kern blijft veel warmer dan bij deze bougie. Dus dit noemen ze dan een warme of een hete bougie en dit is een koude. Ja. Er zijn weer motoren bijvoorbeeld... Ja, een atmosferische motor zonder laaddruk, dus zonder turboladers of compressor bijvoorbeeld, dan blijft die temperatuur lager en dan moet dus een warmer type bougie in. Ja, want je vraagt dan ook minder van het blok, dus... Ja, je vraagt simpelweg, daarom zitten er ook intercoolers, dat soort dingen. Hoe meer je lucht gaat comprimeren,
ja. hoe warmer die lucht wordt. Ja. Vandaar dat je een intercooler nodig hebt. Interessant. Ik ben bang hoe. Ik ben benieuwd hoeveel van jullie het begrijpen. Ik begrijp het wel. Ik probeer het in Jip en Janneke taal uit te leggen. Dan is dit, dit een makkelijke sheet. Ja. En dit lijkt net zo'n plaatje van een gynaecoloog. Ja, dat vond ik ook al, inderdaad. Een uitgeklapte vulva. Ja. Wat, waar zit dat onderdeel dan, de vulva? Marijn, dat weet jij wel. Waar zit de vulva? Ik denk, nou begint hij eerst te zeggen, want die heb ik geen. Maar dat weet ik nog niet eens. Weet je wat een vulva is, Marijn? Ik weet er helemaal niks van. Weet je wat, wat een labia is? Dit boek niet. Spreek je geen Latijn dan? Dit is een vulva. Iedereen denkt, laat maar gaan werken. Dat is de vulva van een bougie. Dit is de vulva van een bougie. Hoe die zijn, en het bovenste gedeelte is dan de labia. Marijn niet te zien. Wacht even, wacht even. Weet jij, wat ben jij? Doe een gokje wat een vulva van labia is. Doe een gokje, mannen. Labia, vulva. Ja, dat ken ik labia, met de B, labia. Ja, Google, dat maakt jullie tijd. Labia en vulva. Mag ik binnenkomen? Nee. Oké, dag. Ik moest van Erwin vragen welk gedeelte van de bougies de labia zijn en de vulva. Wat zeg je nou? Welk gedeelte van de bougie de vulva en de labia zijn? De vulva en de labia. Dat weet ik, hè. Wat hij nou over een geintje verzonnen? Weet je niet wat het betekent? Nee. Weet jij het wel? Vulva. De vulva, ja. Maar vulva, dat komt heel bekend voor. Ja, maar mij is echt de smeris weer. Ja, de vulva, daar is hieronder. Dat is het onderste gedeelte, ja. Wat ik is denk, de vulva? Het bovenste gedeelte is denk ik de vulva. De vulva is het buitenste gedeelte van het vrouwelijke geslachtsorgaan. Ja, maar ik denk het bovenste gedeelte van de bezier dan. Dan kun je zo zoeken wat een labia is. Labia? Labia. Is dat het orgasme? Nee. Want daar staat de onderkant van de bezier. Dat zijn de schaamlippen. Ja? Nee, mooi gewoon. Mooi was, ik en Erwin zitten gewoon over te lullen. In het Latijn, om het zo maar te noemen. En Marijn en Lucas heet hij toch? Luc? Ja, die had geen idee wat dat was. En Marijn zat te kijken op een papiertje. Want Erwin had wat uitgeprint over die bougies. En Marijn die had echt te kijken van... Huh? Hé, ik snap er helemaal niks van. En ik zo, ja, dat bovenste, dat is labia, dat is... Ja, het onderste gedeelte is vulva. Ja. Wel? Ja, ik deed onderste gedeelte vulva. En bovenste had ik bepaald dat dat was labia. Maar Marijn die snapte even niet hoe het onderdeel werkte. Nee. Dus, ja, maar ik denk... Wanneer ga je de bijtjes en koetjes en bijtjes praten met hem doen? Of bloemetjes en... Dat doet hij met Lois samen, met zijn vriendin. Oh, met zijn vriendin. Ja, het gaat helemaal mis. Ze zijn al drie keer zwanger geweest. Ja. Nee, maar ja, goed. Ja, we zijn niet goed in het Latijns. Nee, jij bent een beetje aan het einde van je Latijn, denk ik. Ja. Vuile lul. Kutjanus. Kutjanus. Hey Erwin, hij is een beetje... nattig en vochtig, die vulva. Hier op de foto. Ja, die ook, denk ik. Die ziet er aardig verred uit. Heb je daar nog geen last van gehad, Marijn? Ik heb van de vulva. Ja. Een vulva heb ik. En? Gaat God? Nee. Ook niet. Nee. Dit moet hem zijn. Nou ja, weet je wat? Sarah had natuurlijk mijn auto op de dyno gezet, daarom ben ik hier. En toen zagen ze dat een ontsteking ergens niet helemaal goed ging. Dus dan is er iets mis met je bougies, waarschijnlijk afgebroken. Ja, het kan zijn dat die het is. En? Ook niet. Nee. Nee, oh. Nou, alsnog is het fijn dat er racebougies ingaan. Want als je die normale bougies houdt en ze breken af of ze gaan kapot, dan kun je hele blok in de soep lopen. En dat moet je gewoon niet hebben, want dan ben je echt de pisang, dan ben je echt de pineut. Dus... helemaal top dit. Nou, Erwin heeft natuurlijk net een mooie uitleg gegeven waarom je dan andere bougies erin doet, hè. En meer porselein, zodat hij wat koeler blijft. Een 9 in plaats van een 10 nu. Want dat is nodig met een tune, want dan wordt het blok heet. Je vraagt me voor een blok. Nou, het is een moeilijk verhaal. Ik hoop dat jullie het snappen, maar ze zijn lekker bezig met de hoi. Jongens, John is in de problemen. Ik sta met de politie te praten. Wat heeft hij gedaan? Heeft hij een dickpic verstuurd naar de verkeerde? We hebben planten hierboven. Hè? Planten hierboven. Planten hierboven? Planten. Wat voor kersenplanten? Wietplanten. Oh, wietplanten. Ja, oh. Ze, daar, ja dat ik denk al, dat voelt me raar, man. Ik ben hier al een paar uurtjes, maar ik zit helemaal te space hier, gek. Hé, hey, maar hoeveel planten hebben jullie staan dan? Nou, de zon even kijken.
Ja, eens even kijken zo. Maar ja, testen jullie ook je eigen product voordat je het dan verkoopt, of dat niet? Je moet wel weten wat je verkoopt natuurlijk. We zijn er moeten we niet even opletten nou? Leid jij ze af? Leid ik ze af, ja. Ik ren er langs, ga ik gewoon tering harde scheten, ren ik gewoon weg. Ja? Kijk, ja, dat is misschien denk ik gewoon dat ik een vuurwapen dan heb. Want ik kan zo hard schieten, ik heb gewoon een Glock 9 in mijn reet zitten. Ja. Maar zeg, kijk, ja, dat is achter jou, dat komt dus niet bij de zolder. Ze lopen nu helemaal daarachter. Een probleem. John, ja. Ze hebben de planten niet gevonden of wel? Nee. Of wilden ze doorverkopen? Waar was corrupt? Nee, die man heeft een keer, die politieagent heeft een keer hier een Audi TT gekocht in 2005 of zo. Oh, ze komen gewoon even langs. Ja, wat leuk. En ik heb een keer aan zijn vader een Audi S3 verkocht. Dus dat is wel grappig eigenlijk. En ik kijk de vlogs altijd van ons. Dus dat is wel grappig om dan zo'n man er een keer te zien. Maar dat is je echt een jaar of ja, we zeggen. Ja, 2005, 2006 is een keer hier geweest. Wat leuk dat hij gewoon even langskomt, even hoi komt zeggen. Ja. Dus die kan gewoon even in de buurt of haalt dienst of zo, dan komt even gluren. Even binnen. Leuk man. Ja. Dat vind ik leuk. Ik vind agenten die altijd gewoon heel sociaal zijn, vind ik super leuk. Ja, ja. Nou, leuk dat ja ik dat zeg, een agent kan ook autogek zijn, hè. Kan ook autoliefhebber zijn. Hij heeft nu volgens mij een, wat zei je net, een Audi S4 Avant heeft hij nu. Ja, mooie auto. Een andere uitlaat met zijn mailtekker onder en zo. Dus ja, een agent kan ook autoliefhebber zijn. Ik zou bijna zeggen dat mensen zijn, John. Ja, dat is wel leuk om te zien dan. En dan zeker omdat hij hier in het verleden keer zijn auto heeft gekocht. Vind jij wel sexy, hè? Zo'n vrouw die met handboeien binnenkomt. Zo'n roze kleur, mooi. Maar ja, een vrouw met handboeien is wel mooi. Ja. We hebben thuis wel alleen van die roze dingetjes gemeen. Ja, deze zijn iets steviger. Ja. Ik ben achtergekomen dat die je thuis gewoon hebt, die breken best wel snel. Ja, dat is makkelijk. Ja. Als een keer misgaat, kun je niet wat nog loskomen. Ja, ja, maar misschien moet je dan toch weer bij Beter Bed gaan werken. Kan je bij iemand even eentje onder de bed vandaan steken? Die heb ik nog nooit gevonden, ja. Ja, echt. Ja, echt, zegt hij. Ja, je moet een keer, heb je een paar wel zijn verhalen verteld over dat hij bij Beter Bed werkte? Ik weet niet. Moet je een keer vragen. Hele vieze verhaaltjes allemaal daar, joh. Dat, of je moet mijn vlog kijken, dat kan ook. Maar het is leuk dat om... kan ook. Ja, ja, maar je kan ook gewoon... Dat duurt nog te lang, ik vraag het zo wel. Ik heb alles verteld. Ja, nou ja, in ieder geval, hij trok een matras omhoog en zo heb hij je moeder ontmoet. Ja. Jullie gaan het niet geloven. Weer iets wat John niet vaak ziet, geloof ik. Jawel. Dit heel, wel? Heel vaak. Oh, eindelijk, heel yes. Vaak. Ik hoor eindelijk weer geen rare fratsen bij mij. Een kromme velg. Ja. Ze zijn mijn wielen aan het uitbalanceren. Deze velg is krom. Ik zeg, John, af en toe als ik rij, dan voel ik een beetje dit zo. In mijn stuur ook, maar dan heb ik gewoon een kromme velg. Ja, dus dan is je niet meer rond, maar het is een beetje een ei. Doe de Macarena. Hé, Macarena. Is deze wel recht? Nee. Ook niet. Ook niet? Hé? Nee. Kan je dat zien? Ja, oké, maar. Oh, je ziet dan hoe die loopt, ja. Je ziet hoe die loopt, dat die krom is. Zo gaat hij. Ja, zo. Ja. Oh, oh, maar wat moet ik nou met twee kromme velgen? Als ze nou die andere twee ook even krom slaan, dan is alles weer goed. Dat klopt, dan heft het elkaar weer op. Ja. Ja, we gaan even kijken. Deze zit er achterop, hè, met spacers ertussen. Die wielen staan iets verder naar buiten. Daar hebben we die schijfjes tussen gedaan. Hè. Ja. Dus die gaan er zo meteen op balanceren apparaat. Even kijken wat daarin zit. Maar deze hebben we allebei een tikking gehad. Het is maar niet extreem, wat kan ik daar tegen doen dan? Niks. Ja, richten. Die erop. De banden eraf en richten, maar dat kun je dan beter doen denk ik als je de zomerwielen weer gemonteerd hebt. Ja, de stomme winterset. Ja. Ja, nou oké. Okay. Maar dit ga ik... Het bedrijf waar jouw vossenwielen nu liggen. Ja. Die kunnen niet veilig richten. Ja? Nou, laat ik die erachter als schop halen. Dan kan ik vragen of ze dat voor me willen doen. Inderdaad. Maar ik heb voorlopig mijn zomerbandjes natuurlijk niet nodig. Dus had die guy al geappt, dus ik moet er even antwoorden. Ik had hem niet op gereageerd, dus... Nee, mijn wintervelgen, of mijn zomervelgen, die worden nu gerepareerd. Ze zijn van die 23 inch vossen. Ze hebben wel zin dat die eronder gaan. En de banden voor winter, dat is ook wel de laatste keer eigenlijk, zie je dat? Ja, beginnen die op te raken? Ja. Hoe kan dat nou? Ik rij altijd zo netjes. Ik snap het niet. Even kijken, deze ziet er ook krom uit. Hoe ligt het aan mij? De buitenkant valt mee, joh. Erwin? Beetje krom. Het valt mee, ja, binnen valt ook mee. Maar er moet wel een nieuw loodje op, zie ik op het scherm. Ja, of niet? 15 gram. Dus 15 deze, gram. Deze vallen mee. Je gaf ook al aan dat hij in stuur trilde. Ja. Dus achter valt mee. Dat is gewoon even 15 gram. En maar je ziet al, optisch zie je altijd iets. Maar die andere was gewoon een ei. Dan zie je gewoon die velg er zo aan. Waarom? Waarom heb ik altijd die kutzooi? Wat? Je hebt je nokje. Je winterband nokje. En die zit er bijna aan. Dat is nog een millimeter. Binnenkant. Sorry, buitenkant. Spannen. Buitenkant zijn ze ietsje beter dan binnenkant, zie je? Ja, omdat hij niet goed uitgelijnd was. Ook dat, maar dat is net dus wel gebeurd. Hey. Ja, jullie hebben hem ook uitgelijnd. Hij was een beetje krom, hè? Of niet? Ja, hij stond een beetje scheel. Ja.
Wanneer gaan ze jou uitlijnen? Ja, dat gaat nooit meer gebeuren. Nee. En die? Ook 15 gram en 5 gram. Kijk, kan je zien op het schermpje. Maar dit is geen ei, want ik zat niet te kijken. Nee. Oké, dus achter is goed, dus maar deze... voor heb ik 2 eitjes. Ja, maar we hebben ze wel. Godverdomme, en het is nog niet eens Pasen, Jon. En die andere 2 eitjes die we straks gekocht hebben, die heb je in de container gegooid, hè? Oh ja, we hadden ook net eitjes gehaald bij het tankstation met al die broodjes. En wij hebben alles opgegeten en ik pleur die zak gewoon in de prullenbak. Nou, bleken er nog 2 gekookte eitjes in te zitten. Het belangrijkste vergeten. Ja, mijn eiwitten heb ik nodig. Dus dan moet ik niet meer moet zo sporten, dus die heb ik eigenlijk nodig. Kom je in deze kant met de sleutel maar aan of niet? En dan kan ik even kijken hoe die nieuwe uitlaat eruit ziet. Kijk, zie je het verschil tussen nieuw en oud? Even mijn helderheid eens hoger zetten. Nou, zo ziet dat er dan uit. Het loopt helemaal zo. Helemaal tot aan de... Wow! Het loopt echt ver door, gek. Nou, ready to go. Je hebt die zon toch weer even gedaan, hè? Alleen de spacers zijn er achteraf, hè? Daardoor staan die wielen iets rechter in zijn kas. Ja. Want er zat speling in, daardoor kan ik ook gaan trillen. Dus helemaal prima. Nou, bedankt weer. Dus de velg die past wel perfect op de auto. Ja. Alleen die spacer die past perfect in de velg, maar niet perfect op de auto. Dus dan krijg je dat die spacer een beetje speling heeft. En als je die niet centreert... Gaat hij een beetje spacen, weet je? Dan gaat hij spacen. Ja. Maar het zie je wel gelijk dat die wielen niet meer mooier. Naar binnen vallen. Ja, nee, ik vind het dikker als een beetje... Ja, ik vind dit mooier. Ja, dat vind ik echt mooi. Ja, maar jij kijkt scheel natuurlijk, dus jij ziet het niet goed. Daarom, dat kan het ook wel liggen. Dat kan ook wel. Ja, dat denk ik wel. Dat moet zijn. John, ik vind het mooi. Hij gaat altijd mee gewoon doen, hè, je pa. Hij doet gewoon altijd lekker mee gewoon. Ik heb geen andere keuze. Ik heb geen andere keuze. Ja, zei ze, ik moet gewoon meedoen. Ik heb geen keuze. Nou, dankjewel weer, mannen. Graag gedaan. Dankjewel. Ja. Hey jongens, groetjes. Minder ze horen. Ja, oh ja, later. 11:30 kunnen we naar bed. Ja, tering hé. Weer overgewerkt. Oké, en dan nu is het tijd om te sporten. Oh, zin in? Zo dames en heren, daar gaan we dan lekker gymmen. Vandaag gaan we benen doen, wat biceps en een klein beetje rug. Dus ik ga weer goed gesloopt worden, we pakken lekker veel. We zijn nu aan het warming uppen met squats. Ik heb dat nog nooit gedaan, ik ben met Hidde vandaag. Die gaat mij helpen. En ja, ik zet de camera even neer. Dit is mijn eerste keer squatten eigenlijk. Dus Hidde heb het net uitgelegd. First timer. Ja. Dus je moet altijd, heb je net geleerd, ervoor inlopen. En dan niet in je nek leggen. Want dat doen we niet anders. Leg je hem op je botten, je schouderbotten staan een beetje breed tegen dat je naar helemaal strek toch, zei je? Ja. Goed spanning op je buik. Nee, helemaal doorzakken zo. Ja, dat is. Dan 12 keer, hè? Ja. Ja, 3. Netjes. 4. Hidde, hij heeft me goed laten afzien. Ik kan bijna niet de trap af. Hij zei, je gaat straks niet goed de trap af kunnen. Nou, ik ben echt helemaal verzuurd, jongen. Maar ik mag nog wel een watertje. Daar ben ik blij mee, ik was bang dat het op was. Ik heb het gehaald. Het was nog een workout om gewoon alleen naar beneden te komen. Oh, jullie doen ook SWAT-teams trainen, zie ik. Kogelvrije vesten. Ja, joh, alles van alles. Maarten, ik moet gewoon denk oppassen met autorijden. Dit is niet te geloven. Oh, maar mijn techniek is dus al best wel goed, hoor ik van en Joey en van Hidde. Die begeleiden mij en daardoor ja, kan je makkelijker al wat doen, weet je wel. Dat is fijn. Maar ik heb in het verleden natuurlijk al redelijk wat getraind. En ik heb ook 2 op kickboksen gezeten. Doe je ook best wel veel krachttraining tussendoor zo. Dus dan automatisch hou je gewoon een beetje die techniek over, denk ik. Hetzelfde als fietsen verleer je niet. Ah! En nu ga ik lekker naar huis en dan zal ik jullie laten zien dat ik een flinke boete heb gehad. En het is een lullige, wat ik aan mezelf te danken heb. Kijk, ik zal het even laten zien. Dit is een dure, dit. €379. Met natuurlijk de welbekende administratiekosten. Weet je hoezo? Ik heb niet te hard gereden. Ik ben niet door rood gereden. Ik heb niet doorgehaald, doorgetrokken streep of zo inhalen. Dit is omdat ik mijn scooter niet verzekerd heb. De scooter die ik nooit gebruik. En die heb ik opgeschorst voor een jaar. Maar die wil ik nog weggeven. En eigenlijk hoorde ik hem al weggegeven te hebben aan een van jullie. Is nog geen winnaar bekend. Hou mijn Instagram in de gaten. Dus ik dacht, ik hoef hem niet nog een extra jaar te schorsen. Is allemaal niet gelopen volgens plan. Ben ik vergeten te schorsen. Ik heb nog een waarschuwing gekregen. Maar dit is gewoon bedoel maar, ik ben gewoon vergeten. Dus doodzonde van je geld. Je moet hem dus schorsen als je het niet meer rijdt. En ja, er staat 7 kilometer op. Dus ik rijd er nooit mee. Dus ja, opschorsen. Ben ik te vergeten een jaartje te verlengen. Nou, geef hem gelijk van de week weg. Dat is toch zonde van je geld.
Ja, bro. Dan heb ik even die bus nodig, maar die heb Mees nu. Ik ken hem achterin, ik kan een rondje rijden. Ik kan hem een weg brengen. Misschien wel een Fries land. Oh, naar Limburg. Oh, de karton. Lekker. Probeer het te plannen met de bus, dat je ook je karton gelijk weg kan brengen. Dat is mijn nieuwe stopwoordje. Lekker. Mijn moeders is lief geweest, want die heeft even bulk meals. Huh? Ik laat het allemaal los. Mam, je hoeft je er ook niet druk om te maken, want het is mijn cribbo. Als het bij jou thuis was, had je volledig, volledig gesnapt. Maar in ieder geval, kijk, we hebben pasta gehakt. En we hebben hier pasta tonijn. En dit is gewoon, als je een bordje vol eet, 1200 calorieën. En ik moet er 4000 per dag vreten. Dus dit is echt een heel groot gedeelte van mijn dagcalorieën die ik moet binnenkrijgen. Dus ik had mijn moeder van de app, die ik van de personal trainer had gehad, had ik de ingrediënten doorgestuurd waar mijn voedingsschema in staat. En heeft ze dit voor me gemaakt. Super lief. En dit kan ik ook gewoon een paar dagen mee door. Dus dat wordt flink vreten. Grazie mille. Je kan dit, maar je moet misschien wat in de vriezer doen. Want ik weet niet of je dit tot en met zondag allemaal gaat opeten. Nee, dat is wel heel veel. Die tonijn eet ik wel op, maar die ga ik ook even in de vriezer doen. Komt goed. Maar dan moet je het in een bakje doen. We zitten even die pakketjes uit te ruimen die ik vanochtend in de vlog in de intro liet zien. En leuke dingen zitten erbij, leuke truien. En ik zei toch, die doos wist ik kleding, ik wist niet wat het andere was. Nu weet ik het wel, ik heb hem omgedraaid. Dankjewel Enzo. Dat zijn zijn nieuwe pyjama pak of joggingspakken, helemaal top joh. Ja, lekker, voor op zondag. Ik heb een nieuwe tech uit Limburg. Kijk. Ja, helemaal leuk toch? Gewoon lekker top. Bezig. Mille grazie, Mr. Canole. Se muchas gracias, da visione, se para vosotras. Mooi logootje wel. Oké, nou dames en heren, mijn moeder gaat er vandoor. Dit was de... En morgen ga ik met Roy de hele dag chillen. Wordt super leuk. Gaan we ook weer een aflevering opnemen voor Pimp Roy's Ride. En sowieso chill ik hem morgen de hele dag bij Roy daarna, na de opnames. En dan, jullie weten het, met Roy... Jank. Van het lachen. Dus wees er morgen weer bij. Ik hoop jullie morgen bij de nieuwe vlog te zien. Hopelijk om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later toppers. En 10. Perfect man. Netjes. Zo, deze is echt martelig. Perfect jongen.